Yo, welkom allemaal, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is even Ritma. En we zijn nog even voor de oude wedstrijd. Dit is deel, welkom bij deze gloednieuwe video. Mijn naam is even Ritma. En vandaag, oké, ik heb lekker chocolade met mijn klas. Mooi bok, eigenlijk bok. Maar ja, daar gaat het nu om. Ik ben vandaag super vrolijk en dat komt. Dat, ja, ik heb ook een beetje hoofdpijn, maar dat maakt mij manier niks uit. En ja, ik ben namelijk hartstikke vrolijk dat ik vandaag weer preek mag doen voor mijn kerkdienst. Ja, ik ga vandaag preken. Superleuk. En ja, ik heb dus een preek helemaal bedacht. Ja, ik heb dus gewoon een Bijbel. Kijken. Ja, ik heb hier dus allemaal liederen van een heel God om mijn telefoon. Ik ga een stukje in de Bijbel lezen, maar ja, eerst gaan we even luisteren wat we allemaal zeggen. Ja, eerst gaan we bidden, dus zullen we voorgaan in gebed. Lieve bedankt voor ja, deze leuke dag. Ja, het is nu, hoe u weet, het is nu al avond. En ja, dat wil ik bij deze avond zijn. Dat deze avond helemaal goed kan lopen. Ja, en bedankt dat deze dag leuk mag zijn. Ook bedankt dat u de tijd van hem wou laten gaan. Dat ik op zich erg heel, ben ik er heel blij mee. Dat u ervoor zorgt dat ik een hele leuke dag mag hebben morgen. Wat ik aan alle mensen vragen of ze willen geloven op u. Ja, dan wil ik het wel best. In Jezus' naam, amen. Ja, jongens, ja. Dat niet hoor, goed, maar oké. We gaan dus weer beginnen. We gaan weer beginnen met het liederen van de Heere. Oh, daar gaan we weer. Liederen van de Heer God van opwekking. 488. De kracht van uw liefde. Even 400 Ja, we gaan nog even verder. Ja, ik ga graag mijn ding van weer even uitleggen. Zo. Ja, ik heb hier een boekje. Ja, dit heb ik gekregen toen ik werd gedoopt als volwassene. Hier is dus bidden is goed. Ja, we gaan dus even een stukje lezen en het is dus is wel toepasselijk, want ik ben namelijk bijna jarig, 16 augustus ben ik jarig. Dat betekent ook dat ik dan
nu Florico. Nadenken. 2016. 1, 2, 4. 2016, 17, 18, 19, 20. Nu vlog ik al 20 jaar. Nee, niet 20. Nu vlog ik al 5 jaar, hè? 5 jaar op rij. En straks vlog ik al 6 jaar. Maar oké, we gaan beginnen. Tot wie bid je eigenlijk? Onze vader die in de hemel zijt. Onze vader in de hemel. Willen hoe dat eigenlijk. Hoe moet dit dat eigenlijk? Ogen dicht. Onderzamen en dan vragen we het. Je nodig hebt dat je met zoveel overleert. Meer verder. Leerlingen van Jezus hadden vast eerder gedaan. Oh ja, nou, de preek begint al namelijk. Lees maar even. Maar toen wisten zij ook niet precies hoe en moest, leg het ons nog eens uit. Vroegen ze aan Jezus. Dan leert Jezus aan het onze Vader. Dit eerste stukje gaat over de vraag: tot wie bid je eigenlijk? Kom zo als je bent. God zelf zegt: als je gaat bidden, noem mij dan vader. En aan die vader mag je alles vertellen. Alle vragen, al die dingen die je voor je gevoel beter had moeten doen. Het kan helpen om aan je eigen vader te denken. Waarschijnlijk vindt je vader heel fijn als je alles aan hem vertelt. Weten dat hij jouw hemelsvader niets te gek, belangrijkste of te heftig is. Mag komen zoals je bent. Je hoeft niet mooi te bidden of 30 woorden te gebruiken. God is jouw vader. Hij houdt van je, want je bent zijn kind. Ja, dat is echt een heel mooi boek. Ja. We gaan dan weer verder. Verjaardag. Jij bent Gods kind. Hij wilde dat je geboren zou worden. En dat je bent wie je bent. Mooi, hè? Misschien kun je meebidden. Nu wel. Hij bad. De 12e verjaardag, dank u dat ik mag bestaan. Ja, we gaan even lezen, want dat is echt vrij mooi. Maar ja, lezen. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw onder slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen voor Gods kinderen te zijn. Om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader, Romeinen 8, vers 15. Weet jij wat het woordje Abba betekent? Nu moet je goed luisteren, Abba betekent Vader die luistert. Heb jij ook wel eens, is je vader eindelijk thuis? Het werkje al 10 keer naar het raam gekeken, mompelt hij alleen maar ja, terwijl hij naar zijn eigen staat. Pap, hij wil je eigenlijk wel aders vader, laat het wel eens afweten. Ook daarom is het zo mooi dat jouw vader in de hemel altijd luistert, elke keer als je het woord vader uitspreekt. Dan wil je zeker weten dat God jou hoort. Misschien voelt het niet altijd zo, toch kun je erop vertrouwen dat God hoort wat je tegen hem zegt. En dat hij daar heel
Je is mee omgaat. Ja, dat is een mooi verhaal. En dit is dus een mooi boekje. Een mooi boekje. En het heet Bidden is goed. Dus zoek me op internet. En kunnen jullie dat gewoon kijken. Ja, we gaan dus weer verder. Een dagboek. En dat is weer God is dichtbij. Ja, de dagboek speciaal voor jou. Een mooi boek. Gaan we even kijken. Het vandaag. Kijken. Vandaag even kijken. 10. Even kijken hoeveel het is. Om 19 uur. In juli is het dus. Gaan we even kijken. Even kijken. 10 juli. Oh. Ja, ik dacht dat ik het moest. 19 juli. Oké, hier gaan we. Genade is mooier dan de wet. Dat is een mooie tekst. Hier gaan we. Lees daden 2 vers 16. Het is even besloten dat iemand het met God in orde kan maken. Door alleen de wet is doorgehoorzamen. Hoe kun je laten zien dat je van God houdt en bij hem hoort? Adam en Eva deden dat ook, maar naar God te luisteren. Wat te doen wat hij gezegd had, niet eten van de boom. Gezond en kwaad. Op een dag kwam de duivel en Eva luisterde naar wat de slang tegen haar zei. Toen ging het fout met Adam en Eva. Ze hielden zich met niet aan de regels van die God hun gegeven had. Later kreeg Mozes een wolkje met God door zich aan de regels te houden, konden de mensen laten zien dat ze voor God houden. En bij hem worden. Maar ook dat ging niet. Het was te moeilijk voor de mensen om precies te doen wat er in de wet staat. Voor God staat. En zou jij dat kunnen? Oké. Denk je dat jij aan alle regels van God kunt houden? Eerlijk gezegd, dat kan geen mens. Alleen de Heer Jezus kon dat. En maakte geen fouten, hij zondigde nooit. Je hebt de Heer Jezus nodig als je wilt. Dat alles goed is tussen jou en God. Toen Jezus voor de zonden stierf, kon de relatie van God met God weer in orde komen. De Heer Jezus zorgt voordat God je nooit zal straffen. Voor de slechte dingen die je doet, Jezus wil in je hart komen wonen. Om je te leren van God, wat God voor jou vraagt, gaat God zelf je hart veranderen. Dat is een mooi plan van God. Vraag: hoe kan je weten dat het eenmaal in orde is tussen God en jou? Bidden. We gaan naar binnen en dan is het de laatste van de preek. Bidden. Dankjewel, Heer Jezus, dat u alles goed hebt gemaakt tussen God en mij. Ik bid voor niemand die u kent, die nog niet gelooft in u. Wilt u hem of haar ook geloof geven? Amen. Ja, dit is echt heel mooi. Ja, ik werd een beetje emotioneel van. Maar ja,
Dat was dus break voor vandaag. Ja, vandaag gaan we nog even niet nee, ga ik deze dienst afsluiten. Dan hebben we nu niet. Even kijken. Even kijken. Opwekking. Zelfverstand. Dat wil de kinderen, namelijk. Zelfverstand. Voor de kinderen. Oké, dan gaan we even doen. Ja, dat was het even weer vandaag. Kijk niet in naar de video. Waarin we zeggen. En hopelijk kunnen jullie ook weer geloven. Ja, hopelijk hebben jullie hier veel van geleerd. Ja, dus hopelijk. Ja, dus heel bedankt allemaal. Want kijk en dan. Waarin we zeggen niet op het kanaal. In de blauw neempje omhoog. Doe een reactie. Ja, wat ik wil zeggen. Later gaan. En later, en in de volgende video, en later. Later.